John, huh? Vanessa. I'm so here. Jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe review hier op gamersnet.nl. Wij bespreken altijd alles over games. De toekomst is hier, de toekomst is nu. We gaan naar de toekomst, we kijken wat er allemaal komen gaat. En soms spelen we een potje Sims, want dat is de guilty pleasure van iedereen. Want de Sims blijft leuk en zeker nu de seizoenen een aanstal te maken. En naast me zit Tom. Hoi, dit is Peter. En jij was heel, ik deed een beetje lullig tegen jou van de week in onze podcast. Luister elke vrijdag via iTunes of Soundcloud of gamersnet.nl. Ik was een beetje lullig tegen jou omdat je zo nogal lyrisch was over de Sims 4 seizoenen. Je was aan het haten. Ik was niet aan het haten op dat die er is. Ik vind seizoenen namelijk heel leuk. Alleen ik was aan het haten over de mate van enthousiasme die je daarvoor die je meebracht. Ja, je zei je gaat iets te ver. Je doet alsof Jezus is teruggekeerd op aarde of op aard. Ja, nee, dat, misschien ging dat ook wel een beetje te ver, maar dat krijg je gewoon van ik heb toch altijd de vieze smaak in mijn mond, want ik denk, waarom zit het niet in de basisgame? Ik bedoel, het is best wel een basisding, seizoenen, weet je? Ja. Het is best wel raar dat we al jarenlang in de zomer spelen. Nou, goed, weet je, hoe ik het zie is, The Sims 4 is gelanceerd als best wel een sterk basisspel. Als best wel een sterke soort van core fundering voor wat er allemaal komen gaat. Je weet, het is een beetje spuitelf, maar The Sims gaat uitbreidingen krijgen. Nou, The Sims 4 doet het nou al een tijdje met zo'n soort van drie soort van facetten. Je hebt dan die kleine stuff packs of accessoires pakketten voor 10 euro. Dan heb je voor 20 euro heb je game packs. Die doen dan ook nog wat met echt spelconcepten, zoals we laatst natuurlijk ook jungle avonturen hebben gehad. En dan heb je echt jaarlijks, één keer per jaar heb je een grote uitbreiding. 40 euro, jaargetijden is er zo één. En ik heb toch het idee dat dit een hele goede is, ondanks dat je altijd kan zeggen van, ja, het had in het basisspel moeten zitten. Ja, maar het is wel een dure game hoor, als je alles wil spelen. Maar ja, goed, maar laten we dan nu achter ons. Ja, nee, want het is ook zo dat The Sims 4 kun je ook gewoon, met de basisgame kun je ook al 100 uur zoet zijn. Maar als je echt een fanaat bent en je wil meer, dan betaal je gewoon jaarlijks naar je eigen smaak. Van, oh, dan pak ik die erbij, want ik wil dat meenemen in mijn verhalen. Ja. In de verhalen die ik smeed voor mijn Sims. Ja. Nou, hup, heb je nou ook seizoenen vol. Bam. Ja, leuk. Dus we gaan naar de winter, de herfst, de lente en de zomer. De zomer zal niet zoveel veranderen, want het was al zomer. Ja, zeker. Maar de winter lijkt me het grootste. Ja, want je hebt dan sneeuw, hè? Ja, en die staat dus ook echt haaks op natuurlijk de zomer. Want als je seizoenen of jaargetijden niet koopt, dan is het altijd zomer. Maar nu heb je dus inderdaad ook de hele reutemeteut erbij. En inderdaad, winter is heel leuk, want het gaat echt sneeuwen. Het wordt geleidelijk aan, wordt het wit. Je kunt je Sims laten voetstapjes achter, je honden laten voetstapjes achter. Je kunt een sneeuwengel maken, je kunt doodvriezen, al dat soort dingen. Sneeuwballengevecht. Sneeuwballengevecht zit erin, sneeuwpoppen maken, kun je ook weer beter in worden. Schaatsbaan, hoppatee, en die is in de zomer fungeert die weer meteen als rollerschaatsbaan. Dus wat dat betreft, ze hebben heel veel leuke kleine dingen gedaan waarmee je als Sims-speler nieuwe verhalen kunt vertellen. Ja. Ik snap dat je punt. Je wil nieuwe verhalen vertellen. Ja, dat is het. Dat is best wel groot hoor, schaatsbaan. Dat is wel echt een locatie, neem ik aan. Ja, die kun je dan plaatsen. Kun je zeggen van, die ga ik dan mooi ergens in de wijk, een soort van community area. Of je lekker in je achtertuin als je zo'n rijke stinkert bent. Tuurlijk. Oh, wat vet. Zijn er ook nieuwe beroepen? Er zijn nu niet echt, er is wel een soort van nieuwe hobby. Je kunt nu echt een soort van bijen, hoe noem je dat? Imker. Je kunt een imker worden. En dus ze focussen nu ook veel meer op het tuinieren aspect, wat ik heel tof vind. Want bijvoorbeeld een gratis update waren ook de glazen daken. Dus nu kun je echt mooie tuinhuisjes bouwen en echt inderdaad kassen bouwen. En dan kun je dus nu veel meer op dat hele tuinieren ingaan. Wat ik persoonlijk als de bedrijfsherbalist echt ontiegelijk vet vind. Dat je gewoon nu ook daadwerkelijk kunt leven van je kruidjes maken en dergelijke. Ja. Er zitten heel veel nieuwe spullen in. Ja. Lijkt me dat je winter gear, je mutsen, je bondjassen. Oh, nou, bondjassen hadden hier zitten. Hele mooie paraplu's voor in de herfst. Inderdaad, geen bondjassen, nee. Wel van die puffy Michelin mannetjes, jasjes en dergelijke. Bomberjacks. Ja, zeker. Die zitten erin. Echt voor elk seizoen zijn er een heleboel dus inderdaad kledingdingen, maar ook echt gewoon spullen waarmee je je huis kan aankleden. Sterker nog, je hebt ook een soort van accessoire kit. Kun je in één keer zeggen, bam, ik wil nu mijn hele huis, langs alle dingen wil ik kerstversiering. Oh. Of ik wil nu overal, omdat het Halloween is, allemaal oranje vlaatjes. Kan allemaal heel makkelijk. Leuk. En je kunt zelf je feestdagen bedenken. Ja, want elke seizoen heeft eigenlijk zijn eigen feestdag. En ook verjaardagen worden er nou iets beter in verwerkt. Maar je kunt op een gegeven moment zeggen van, ik heb het wel weer gehad met vadertje winter die elke winter langskomt. Ik ga met de feestdagen een beetje husselen. Ik ga er nieuwe introduceren. En je kunt ze dus ook zelf maken. Dus wij hadden al heel snel eentje die draait om bij een kampvuur zitten. Veel met tuinieren, heel veel eten. En er zijn dwergjes die je af en toe lastig komen vallen. En we vieren het op 20 april, weet je wel. Dus dat kun je ook allemaal heel makkelijk zo introduceren. Ja, dat is leuk. Ja.
Oké, en verder heel veel nieuwe spullen. Ja, vooral de nieuwe spullen die doen het hem wel. Want ik heb het idee, inderdaad, die seizoenen en het hele dat mooi overvloeit. Dat is gewoon heel erg tof als je meer verhalen wil vertellen in die stijl. Als je je Sims ook echt, weet je wel, oh, een hittegolf. Dat ze dat dan mee kunnen maken. Oh, de vriest er eentje dood omdat hij in zijn naki een engeltje ging maken in de sneeuw. Dat is mooi dat er nu bij zit. Maar echt al die spulletjes, er zitten echt heel veel dingen bij die je ook, als je niet zozeer op de seizoenen focust, kun je daar gewoon weer mooi je huizen mee aankleden en dergelijke. Je bent tevreden. Ik vind dit een van de beste uitbreidingspakketten tot dusver. Het ligt heel erg aan je smaak. Welke uitbreidingspakketten en ook van die kleinere, dat er is nog veel meer devices van welke je wel en niet vindt, leuk vindt. Ik zou zeggen dat dit de meest essentiële tot dusver is. Ik denk dat bijna alle Sims-spelers hier goed mee uit de voeten kunnen. Terwijl bijvoorbeeld het stedelijk leven vond ik ook heel tof, maar dat is alleen maar voor de gentrified hipsters en yuppies en zo. Dus dit is er eentje waar denk ik elk persoon, als je denkt ik wil nu mijn Sims-ervaring groter maken, dan deze als eerst en dan ik misschien eens kijken naar andere. Ik zeg ook altijd, het weer is van iedereen. Wauw. Is het niet de wereld? Nou, ook, maar daar hoort het weer wel bij hoor. Oké. Okay. Goed. Dankjewel voor het kijken naar een nieuwe review hier op gamersnet.nl. Wil je alles weten over de Sims 4 seizoenen? Check dan vooral de jaargetijden. Ja. Ja, dat is jaargetijden. De Engelse seasons. Ja, goed. Dus. Cats and dogs, honden en katten, whatever. En anyhow, check dan de volledig geschreven review van Tom's vriendin. Nee. Wat? Of heb je zelf gedaan? Ik heb hem zelf gedaan. Oh, okay. Ja, zij speelde wel heel erg veel op mijn computer, maar ik heb hem wel zelf gedaan. Zij heeft jouw hand op. Ja. En, ze zit hier nu ook. Hey meid, hoe is het ermee? Zit hier ook. Doei. Doei. Tot snel. Heb je nog vragen, laat ze weten, want we zitten altijd in de comments op te reageren. Is leuk. Doei. Ja, je mag stoppen.